Hey iedereen, vandaag heb ik voor jullie een super leuke video. Zoals beloofd, de first impressions video over de Catrice producten. Gisteren of eergisteren is de video online gekomen over mijn Essence producten. En jullie hadden daar allemaal hele leuke reacties onder. Dus vandaag weer hetzelfde soort video met de Catrice producten. Hier zitten ook weer heel erg leuke dingen in, waaronder ook nagellak. En net zoals bij de Essence dingen ga ik deze niet uittesten. Jullie zullen ze misschien eens wel voorbij zien komen in een video als ik hem op heb. Maar ja, ik weet dat Catrice nagellak ook gewoon goed is en fijn naar mijn ervaringen met die nagellakjes. Dus die ga ik weer ook gewoon aan mijn stash achter me toevoegen. Maar de rest ga ik alles voor jullie uittesten, dus kijk gezellig mee. Ik heb nu alle producten hier voor me neergelegd. In de volgorde zeg maar hoe ik de producten ga gebruiken en wat voor look ik wil gaan maken. En er zit trouwens ook nog een Heavenly Hollow Full Cover nail stickers set bij. Ik ben nooit echt van de nagelstickers geweest. Ik vind het gewoon mooier om mijn nagels zelf te lakken. Ze zien er wel heel leuk uit en misschien lukt ze dus ja, opdoen voor een feestje of ik weet nog niet echt. Maar deze zitten er dus ook bij. Maar aangezien ik nu ook nagellak op heb, ga ik deze ook niet uittesten. Dus ja, sorry daarvoor. Ik weet, ik doe een first impressions. Maar ja, de nagellak vertrouw ik gewoon ook. En ja, nagelstickers is gewoon niet echt altijd mijn ding geweest. Heb ik ook zelf nooit echt gedaan. Dus deze. Allereerst ga ik beginnen met de Catrice HD Active Performance Primer met SPF 30. Veelbelovend. En het is met zo'n pipetje. Ik ben zelf daar niet heel handig in, omdat het gewoon onmiddellijk druipt van mijn gezicht. Dus ik ga het proberen zo flawless mogelijk aan te brengen. En ik zie ook dat deze sportproof is. Net zoals bij de Essence collectie heeft Catrice dit ook. Zoals ik ook in de Essence video zei voor degenen die hem niet gezien moesten hebben. Ik vind dus nooit met make-up op. Ik vind dat persoonlijk niet zo hygiënisch. Ook niet zo fijn. Niet echt aangenaam aanvoelen. Dus ik doe dat nooit. Maar ik ga nu gewoon deze primer aanbrengen. Ik ga wat drupjes op mijn hand. Ik ben het makkelijkste. Ik weet, er zijn heel veel beauty YouTubers die het zo op hun gezicht aanbrengen. Maar dat gaat bij mij helemaal misgaan. Dus dat ga ik niet doen. Ik breng gewoon een beetje aan. Bij dit pakket was ook een heel persbericht. Bij dat van Essence trouwens ook. Maar dat heb ik niet meegedeeld in de video. Omdat er zeg maar niet echt iets was wat ik niet wist. Maar hier is dus ook een heel persbericht bij. En ik zal bij elk product, waar er zeg maar echt iets speciaals is, zal ik dat ook even mededelen. De primer voelt heel fijn. Is best ook wel vettig zeg maar. Dus dat is ook wel fijn, want dat hydrateert goed. Dus over de primer ben ik te spreken. Dan de foundation is een mousse foundation. Ik zelf vind mousse foundations niet fijn. Ik vind dat het echt op je huid ligt. Dus ik ga kijken hoe deze is. Maar in het persbericht staat, omdat die een medium dekking zou hebben, zou deze ook geschikt kunnen zijn als primer. En dat je er dan ook een foundation over zou doen. Lijkt mij raar, omdat dit is dus echt een mousse structuur. Dus ik zou het heel grappig vinden om dit als primer te gebruiken en dan er nog eens over te gaan met een foundation. Maar volgens het persbericht zou dit wel perfect kunnen. Die ga ik nu aanbrengen. Ik denk dat ik het eerst met mijn vinger gewoon in de mousse ga. Het voelt wel heel leuk om het op te doen. Hij ziet er wel iets donker uit voor mij. Zo, ik ga even met deze hoeveelheid beginnen. Hij heeft inderdaad een medium dekking. Je ziet er zeg maar wel nog goed je huid door. En dat vind ik eigenlijk niet erg. Want zoals ik al zei, vind ik mousse foundations eigenlijk echt niet fijn. Omdat ze zo dik op je huid liggen. Maar deze heeft dat niet. En hij is ook niet te donker. Ik bedoel, je kan hem goed uitblenden. Volgens mij kan je hem wel ook echt opbouwen tot er toch een dikke laag op je huid ligt. Maar ik ga het nu gewoon natuurlijk laten. Vind ik ook het mooiste. En hij blendt fijn uit met gewoon een penseel. Ja. Ziet er mooi uit. Voelt ook zacht aan en mooi glowy. Dus goede foundation. Dan ga ik mijn foundation natuurlijk ook afpoederen met de Catrice Glow Illusion Loose Powder. Ik heb hier het zwarte doosje van. Dat is gewoon een witte poeder. En deze heeft een lichte glow, zeg maar. Dus je kan hem gebruiken om hem zo op te doen. Om gewoon een glowy skin te krijgen. Maar ook gewoon om je make-up te fixeren. Dus daarvoor ga ik hem uiteraard gebruiken. Dat van die glow zie ik nu niet meteen terug op mijn huid. Ik vind niet dat mijn gezicht nu glowier uitziet dan net. Maar ik denk wel, het is gewoon een fijne poeder. Ik vind hem eigenlijk gewoon vergelijkbaar met de poeder wat ik al heb. Het zwarte doosje. Dus gewoon een goede poeder om je make-up te fixeren. Dan zitten er ook twee oogschaduwpaadjes in waarvan ik er eentje ga gebruiken. En wat ik al direct merk aan de doosjes is dat ze heel cheap aanvoelen.
ik ben van Catrice eigenlijk echt wel meer kwaliteit gewoon. Zo, ja, heel dun plastic, zeg maar. Dit zijn de kleuren. Ik vind dat de kleurtjes er wel mooi uitzien. Dit is ook een formaatje wat gewoon in je handtas past. Stond ook in het persbericht dat het gewoon makkelijk compacte doosjes zijn. Dus misschien dat het daarom zo cheap aanvoelt. Maar ik had het fijner gevonden moest het toch iets steviger zijn. Dit lijkt mij als het valt dat het hele doosje uit elkaar valt. Dit is het andere paletje. Heeft ook mooie kleurtjes. Deze noemt trouwens 020 Namaste All Day. En de andere noemt 010 Afraid of Nothing. En ik ga met deze een look maken. En ik zie ook dat alle kleuren vrij shimmery zijn. Dus er zitten ook weer geen matte kleuren bij. Maar we zullen zien hoe ze op mijn ogen pakken. Ik ga jullie nu wat dichterbij zetten, zodat jullie het beter kunnen zien. Ik ga beginnen met de middelste kleur. En die breng ik aan in mijn arcadeboog. En wat ik bij deze ook zie, hetzelfde als bij de Essence paletjes, is dat ze poederig zijn. Dus altijd goed aftikken. Qua pigment, medium. Het is nu ook wel nog een lichte basiskleur. Ik zie nu dat in dit paletje ook niet echt een hele donkere kleur zit. Maar ik ga dan voor deze kleur in de buitenste ooghoek aanbrengen. En ook in mijn arcadeboog. Maar ik vind het meestal mooi als er echt zo'n donkere kleur in zit. Deze heeft niet heel veel pigment. Je moet echt zeg maar vaak in de kleur gaan voordat je echt... Dus op zich kan het wel, maar ik vind het gewoon fijn als ik direct pigment heb van de eerste keer. En niet zeg maar 1000 keer in de kleur moet gaan. En ze zijn ook heel poederig, zo als je kan zien. Ja, ik vind de kwaliteit van de oogschaduw persoonlijk even cheap als het doosje. Wat best wel jammer is. Want het zijn wel echt mooie kleuren. Blenden doen ze wel heel goed. En dan voor het kleurtje op bewegend ooglid ga ik voor deze glimmende kleur. Deze vind ik wel mooi. Maar je moet het gewoon opbouwen. Dat is het eigenlijk. Een ideaal paletje als je niet houdt van hele felle, donkere oogschaduw. Zo, dit zijn de ogen. Ik vind het op zich mooi geworden, maar ja, het duurt gewoon allemaal wat langer voordat je zeg maar echt resultaat hebt. Ik zal ook even het andere paletje swatchen. Ik ga deze blauwe kleur even swatchen. En de bruine. Qua pigment zijn deze wel heel goed. Vooral de blauwe kleur is heel intens. Dus ik denk dat als ik deze zou aanbrengen, dat je het wel heel fel ziet. En dan zal ik er nog twee swatchen. En deze zijn ook redelijk goed gepigmenteerd. Maar vooral de blauwe ben ik aangenaam van verrast. Die ziet er heel erg mooi uit. Ook deze zijn wel poederig. Maar qua pigment zijn ze wel goed. Dan ga ik verder met de mascara. Dit is de mascara wat erbij zat. En dit is de Lash Growth Fuller Longer Stronger Glam & Doll Boost Lash Growth Volume Mascara. Heel mondvol. Gewoon een zwarte. En ik zal hem even uit de verpakking halen. Die ziet er zo uit. Hele mooie verpakking. Ik heb nog nooit een mascara gehad van Catrice. Of zelf gekocht, zeg maar. Ik heb er al een aantal opgestuurd gekregen die ik ook heel fijn vind. Maar zelf heb ik er nog nooit eentje gekocht. Dus ik ben benieuwd naar deze. Heeft ook een recht borsteltje met zo haartjes wat vrij dicht op elkaar staan. En ik gebruik er eventjes een spiegeltje voor onder mij te houden. Het effect van deze mascara is ook heel erg mooi. Het maakt je wimpers heel lang en ja, krullerig. zoals de verpakking belooft. Heel mooi, goed zwart. Ook geen klonters, heel fijn. Dus ik ga daar ook wel snel doorheen door mascara's. Ja, het is echt mooi. Dit maakt ook wel echt de ooglook af. Ik vind het nu een heel mooi geheel geworden. Dus de mascara zeker een aanrader. Dan hebben we weer iets vloeibaars. En nu is het een vloeibare highlighter. De Golden Dust Highlighter Drops. Ziet er hetzelfde uit als de primer. Qua verpakking, zeg maar. Ik ga er nu ook weer wat drupjes van aanbrengen op mijn hand. De highlighter is vrij wit. Dus ik hoop niet dat het gewoon zo'n witte streep gaat zijn. En die stip ik aan met een penseel. Zo ziet hij er al wel mooi uit. Hij heeft ook een beetje een gouden glow. Heel mooi, blend fijn. Ik zei gisteren nog, of ja, voor mij is het gisteren, want ik had gisteren de andere video opgenomen, dat ik vloeibare highlighter altijd moeilijk vind uit te blenden. Maar deze blendt wel heel makkelijk. Ik
Ik ga gewoon even alles aanbrengen wat op mijn hand zit. Ik vind de glow heel mooi. Ook op camera komt die mooi over. Ja, I like it. Gewoon een natuurlijk gezond blosje. Dan een hele mooie verpakking voor gewoon een lippenbalsem. Dit is de Catrice Lip Coconut Balm. Dus deze ruikt naar kokosnoot. Ik vind de verpakking echt heel mooi en classy uitzien. En die is gewoon wit. Hij laat ook echt wel een witte waas achter. Dus dat wrijf ik graag een beetje uit. Want ja, ik vind het ook niet zo mooi als ik echt witte lippen ga hebben. Het is wel gewoon een standaard kokosnoot lippenbalsem. Hij is wel lekker zacht. Ja, hij ruikt gewoon lekker naar kokosnoot, maar je moet er natuurlijk wel van houden. Twee lipsticks waar ik heel erg benieuwd naar ben. Eentje is een nude kleur, nummer 010. En de andere is nummer 090, is een fel rode kleur. En die zien er zo uit. Ook deze verpakking vind ik heel erg mooi. Heel anders dan de normale lipsticks van Catrice. Dit is de rode kleur, past bij mijn nagels. Daar ben ik heel benieuwd naar. En dit is de nude kleur. Die lijkt me persoonlijk echt heel erg licht. Ik denk dat ik er hier vrij ziek mee ga uitzien. Maar wat ik nog niet verteld heb. Deze lipsticks beloven volgens het persbericht plumping lipsticks te zijn. En dat wil dus zeggen dat je lippen zichtbaar voller zouden moeten lijken. Hier staat niet naar hoe lang. Dus het kan ook best zijn dat je hem echt zeg maar dagelijks moet gebruiken. En dat het dan zou zijn. Want hier zit hyaluronzuur in. En dat zou ervoor zorgen dat je lippen zichtbaar voller worden. Dus ik ben best benieuwd of dit werkt. Ik ga het nu gewoon puur op video testen. Dus ik ga ervan uit dat het zeg maar na een paar minuten zichtbaar voller is. Wat mij heel magisch lijkt. Maar don't judge me. Het kan dus ook gerust zijn dat je dit zeg maar dagelijks moet gebruiken. En zeg pas maar na weken echt resultaat zou zien. Maar ik ga het nu gewoon puur op video uittesten. Want in het persbericht staat verder niet na hoeveel tijd je het effect zou moeten zien. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ik ga beginnen met de nude kleur. Dan kan ik er daarna nog gewoon de rode ook aanbrengen. Ze zijn wel heel zacht. En zoals ik al dacht is deze veel te licht voor mij. Ik zal even close-up komen. Dus dit is hoe mijn lippen er nu uitzien. En dan ga ik nu ongeveer 5 minuutjes wachten, dat ik ze toch zeg maar even de tijd geef. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. We zijn 5 minuten verder en ik vind persoonlijk dat er niks gebeurd is. Ik zal even close-up komen. Moesten jullie iets zien, let me know. Maar ik zie het persoonlijk niet. Het is ook niet dat mijn lippen zijn gaan tintelen of iets. Dus ja, het is niet echt dat ik een effect voelde. Dus dat vind ik wel jammer, maar zoals ik dus net al zei, ik weet niet over hoe een lange tijd dit zou moeten werken. Ik wil het gerust echt eens uittesten om hem een week lang dagelijks te gebruiken, of langer zelfs. En dan te zien of het wel zichtbaar effect heeft. Ik ga nu ook de rode eventjes opnemen, gewoon ook om te zien naar de kleur, want ja, deze zou dus ook het plumping effect moeten geven. Ik vind de kleur trouwens ja, van deze veel te licht. Hij past niet bij mijn huidskleur, maar als je een andere huidskleur hebt als mij, kan deze natuurlijk wel heel erg mooi zijn. Dus ik ga nu eventjes deze aanbrengen. Deze ziet er heel mooi uit. Hij is zo een beetje tussen rood en roze in. Ik vind hem heel erg mooi. En bij deze zou ik het inderdaad super mooi vinden. Moest je hier het plumbing effect zien. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik ga nu gewoon nog eventjes verder met het laatste product. En dit is de Catrice Generation Plump and Shine Lip Gloss. Deze lip gloss zou dus ook plumbing zijn. Ik ga hem eventjes swatchen. Deze is wat roziger. En die ga ik er overheen brengen als zeg maar een soort van gloss. Voelt heel zacht aan. Ja, ik ben persoonlijk niet zo heel erg fan van lipgloss in het algemeen. Omdat het vrij plakkerig is. Maar deze is wel fijn zacht op de lippen. En ik denk dat je hem ook perfect gewoon zo kan dragen. Ik vond het nu wel mooi om hem over deze rode lipstick aan te brengen. En zo, dit waren alle producten van Catrice. Ja, de oogschaduw vond ik de doosjes vrij cheap. Het pigment was niet zo goed, maar uiteindelijk heb ik er wel een mooie look van gekregen. Dus je moet gewoon zeg maar wat meer je best doen voor een resultaat te krijgen. Dan vond ik de lipsticks, ja, vind ik jammer. Ja, de ene kleur is natuurlijk te licht voor mij. En de rode vind ik wel heel erg mooi, maar ik vind het gewoon jammer dat het niet zeg maar dat plumbing effect geeft wat het belooft. Voor de rest de primer, de foundation en de poeder. Heel erg fijn. Mascara ook super mooi. De highlighter vind ik ook heel mooi. Komt ze ook heel mooi over op beeld. Dus over het algemeen ben ik er wel over te spreken. Het is gewoon ja, zeg maar een beetje aan wennen en zelf een beetje mee spelen wat jij leuk vindt. Ik zal nog eens even mijn look een close-up laten zien.
dit is het geworden. Ik vind het uiteindelijk wel gewoon een mooi eindresultaat. Ik hoop ook dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet je zeker niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan zou hebben. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!